In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de tien principes van Roosischijn. Deze video gaat over succeservaringen opdoen. Waarom is het zo belangrijk om succeservaringen op te doen? Door te ervaren dat je succesvol een opdracht kunt afronden, groeit je eigenwaarde en gevoel van competentie. Succeservaringen gaan erom dat de student dus zelfvertrouwen opdoet en gelooft in het eigen kunnen. En wat levert jou dat als docent op? Naast dat succeservaringen zorgen voor zelfvertrouwen, betekent succes ook dat er op een goede manier wordt geoefend. Wat je natuurlijk wil voorkomen als docent, is dat studenten fouten gaan herhalen. Want als je eenmaal iets fout hebt aangeleerd, kost het verbeteren van die fout veel moeite. Hoe kun je studenten succeservaringen laten opdoen? Plan momenten in je les waarop studenten de aangeboden kennis en vaardigheden kunnen toepassen en uitvoeren. Op deze manier worden ze zich bewust van alles wat ze al kunnen en weten. Een geschikte werkvorm hiervoor is broodje theorie. Daarbij leg je studenten voor je instructie een situatie of casus voor. Dan geef je je instructie en vervolgens vraag je de student nog eens naar de casus te kijken en zichzelf te verbeteren. De student krijgt direct inzicht in welke nieuwe kennis hij heeft opgedaan en kan zichzelf verbeteren. Kijk ook eens naar de werkvormen cirkeloefening, oefening, expert en wedstrijdvragen stellen. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar mbomediawijsnl slash werkvormen toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!